Kanjedag 2023. We staan aan de Europaweg en straks gaan de vrachtwagens rijden vanaf Beekman Transport. Een hele route door Beekbergen, Lieren, De Maten, Zevenhuizen, Apeldoorn. We gaan kijken hoe mooi dat gaat worden. Wij zijn samen één. Als een wals stoom ik door een BOW die mij pad kruist. Kijk maar uit, hier kom ik aan, denderend tot de grote baan. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Als een trein, een intercity die hier door het landschap zuist. Ik stop voor niets of niemand hoor, als een sneltrein raas ik voort. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Als een magneet, trek jouw liefde mij aan door wind en kou. Als een komeet schiet ik hier over de baan terug naar jou. Als een wals stoom ik door een BOV die mij pad kruist. Kijk maar uit, hier kom ik aan, tenderend op de grote baan. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Stoot ik dikke vette wolken achteruit. Het is of ik door het luchtruim schiet, zo snel dat je me haast niet ziet. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Als een dwaas, en dan alleen omdat ik zoveel van je hou. Denk ik alleen nog maar aan thuis, wil ik zo snel als kan naar huis. Terug naar jou, terug naar jou. Als een magneet trek jouw liefde mij aan door wind en kou. Als een komeet. We zijn een stukje verhuisd van Europaweg naar de Laan van Kuipershof. En het begon net een beetje te spatteren en te spatteren, te regenen. We gaan kijken naar de tweede ronde die er gaat aankomen. Ja, als een lading dynamiet, zo sloeg jouw liefde bij me in. Nu ben je bij me dag en nacht, zonder einde of begin. Ja, als een lading dynamiet, is elke warme kus van jou. Ik zeg je telkens weer, honderdduizend keer, dat ik zoveel van je hou. Alle meisjes vonden mij een grote ster, maar de ware liefde die was steeds zo ver. Maar toen zag ik jou en ik wist al gauw, voor mij is er niet één dan jij alleen. Ja, als een lading dynamiet, zo sloeg jouw liefde bij me in. Nu ben je bij me dag en nacht, zonder einde of begin. Ja, als een lading dynamiet, is elke warme kus van jou. Ik zeg je telkens weer, honderdduizend keer, dat ik zoveel van je hou. Elke dag is mooi sinds wij te samen zijn. Nooit meer regen, altijd is er zonneschijn. Als ik jou verbind, met bloemen naar je ren, weet jij dat ik... Het was de 25e editie van de Kanjedag, natuurlijk de voormalige Truckersdag die in 1996 is begonnen. Een mooie rit, we hebben een heel klein beetje spetters gehad, een beetje regen, maar voor de rest was het geweldig weer. En iedereen heeft genoten, de cliënten hebben genoten. Er zijn bedrijven zelfs geweest die hun eigen bus hebben ingezet om meerdere mensen dit jaar te kunnen vervoeren. In verband met de beperkingen van het aantal passagiers die je tegenwoordig mag meenemen in een vrachtwagen. En vaak is die begrensd nog maar tot één persoon. Bloemzaad reed onder andere mee, EBS reed onder andere mee en de Willemse Koning reed ook mee met busjes, zodat vele mensen extra konden genieten van deze rit van de Kanjedag vandaag 2023. We gaan eens even op het feestterrein kijken, maar ik hoop dat het droog blijft, want het begint langzaam te spetteren. Duizenden strepen,
duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. We staan naast iemand die mee heeft gereden. Hey, hoe was het vandaag? Nou, het gaat wel goed gegaan hoor. Twee keer zoveel. Welke vrachtwagen zat je in? In ook een rode. Twee rode. 64. En dat was het de eerste keer? Ja, de tweede keer. Tweede keer al? Ja. Was de route mooi? Jawel. Heb je genoten? Ik wel, genoten. Heel mooi. Ja, je doet net overal. Volgend jaar weer? Misschien al, ga ik net de motor weer. Oké, hey, veel plezier. Ja, dankjewel. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. De Kanjedag 2023. Naast mij staat een van de organisatoren. Dat is de heer Huisman. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is de 25e editie? Dit is de 25e editie in 27 jaar. Oké, dat is vanwege de... Door corona twee keer niet geweest, dus ja. U ook al 25 jaar betrokken of 27 jaar? Nee, sinds 2003. Dus ik heb de eerste 8 niet meegemaakt. Toen was het nog de Truckersdag ook, hè? Ja, dat was nog de Truckersdag en toen werd het de eerste 10 jaar. Is het namelijk georganiseerd door de vrienden van Groot Schuilenburg toen nog, dat wat nu Cirelo is. En na 10 jaar hebben die de stekker eruit getrokken. En toen hebben wij het overgenomen in 2006. Bent u zelf ook vrachtwagenchauffeur? Nee, ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Maar ik werk wel bij een vrachtwagenimporteur. Dus ik heb wel iets affiniteit. Maar dat is niet de reden waarvoor ik mee ben gaan doen. De reden is dat een zoontje is geboren met het syndroom van Down. En die is helaas overleden. Maar dat is vast voor mij wel de aanleiding om iets te gaan doen. Om uw dienst te bewijzen. Heel mooi. Hoe is de dag verlopen? Het begint nu inmiddels wat te spetteren, dus dat is wel jammer. Maar de dag voor de rest? Ja, verder eigenlijk helemaal goed. We hebben wel een paar kleine dingetjes gehad, maar ja, dat heb je altijd. Er zijn wat cliënten niet opkomen dagen, dus daardoor hebben we een paar auto's waar geen mensen in zaten. En dat vind ik toch wel heel spijtig, ook voor de chauffeurs. Ja, en voor de rest eigenlijk geen grote problemen. Er reden ook bussen mee, zag ik. Omdat natuurlijk vroeger mochten er meer mensen in een vrachtwagen zitten. En dat is vanwege wetgeving veranderd? Nou, het is namelijk zo. Vorig jaar een ongeluk bij een andere trucker gebeurd. En die mevrouw die heeft een letsel aan het hoofd overgehouden. En die is een rechtszaak begonnen. En dat was een aanleiding voor TVM om te zeggen van wij gaan dat opnemen in onze verzekeringspolis. En als je nagaat dat denk ik 60% van de transportwereld bij TVM verzekerd is. Ja, dan val je dus buiten de boot. En ja, ook de politie heeft gezegd wij gaan erop handhaven. Nou, wij hebben het gelukkig om kunnen buigen en dan zo kunnen oplossen met meer bussen. Waar mensen dan met een begeleider in kunnen zitten. En toch nog de cliënten in die zelfstandig kunnen in de vrachtwagen. Maar andere truckruns zijn helemaal ophouden te bestaan. Dus. Ja, inderdaad. U kijkt in ieder geval gelukkig terug op een mooie dag. Het begint inmiddels te regenen, dus wij gaan een tentje opzoeken. Volgend jaar weer? Zoals het er nu uitziet wel. Volgend jaar weer. Of er moet weer wat veranderen in de regelgeving. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat speelt natuurlijk. Ja, nou, we weten dat er is aangekondigd stikstof, wat ook voor ons gaat gelden. Maar we weten nog niet hoe dat zich ontvouwt. Dus ja, voor hetzelfde geld moeten we stoppen. Maar... Reden er al elektrische vrachtwagens mee of niet? Zover ik weet is er geen enkele elektrische vrachtwagen heeft er mee gereden. Dus... Zijn ze nog heel zeldzaam en duur en kostbaar? Ze zijn nog heel zeldzaam, dat is één. Maar ten tweede, ja... Ze zijn ook vaak voor alleen maar korte ritjes. En ja, daar zou misschien nog die van ons nog net in kunnen. Maar ja, de actieradius is nog niet zo groot. Nee, precies. We zullen het zien wat de toekomst ons gaat brengen. Bedankt voor deze prachtige dag. Oké, ook bedankt.